Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Ik ben super ingezoomd, dus ik ga jullie eventjes wat verder weg zetten. Zo, let niet trouwens op mijn haar, het is nog nat. Ik had het net eventjes in een clip zitten en ik wil het gewoon even lekker aan de lucht laten drogen. Mocht je de afgelopen tijd op het internet hebben gezeten, ik neem aan dat bijna iedereen dat wel heeft gedaan, dan moet je vast en zeker wel voorbij hebben zien komen die super fluffy, creamy, silky koffie. Dat is nu echt een totale hype. Volgens mij is het oorspronkelijk ontstaan in Zuid-Korea. Volgens mij komen daar heel veel van die food hypes vandaan. En nu heeft heel YouTube het hierover. En ik ben ook super benieuwd geworden. Naast het feit dat het er gewoon super lekker uitziet, vond ik het ook heel erg interessant. Omdat je deze koffie maakt met maar liefst 3 ingrediënten. En je hoeft maar 2 stappen te doen om deze te maken. Oftewel, het is super Larissa-proof en ik wil het graag ook gaan proberen. Ondertussen is Barry een beetje wild geworden volgens mij door dit tuigje die hij om heeft. Die zal ik eventjes afhalen omdat we nu niet naar buiten gaan. Oh, dankjewel voor de likjes. En mocht je benieuwd zijn naar Barry en hoe het met hem gaat hier in huis, ik ga binnenkort een video opnemen over Barry, waar hij vandaan komt, hoe het hier gaat, wat zijn favoriete spulletjes zijn, al dat soort dingen. Dus er komt nog een Barry video aan. Auw, ik wil even je bandje afdoen. En die kan je dus ook nog gaan verwachten. Dus ik ga dat nu eventjes doen, bandje afhalen en dan meet ik jullie in de keuken. Alright, we zijn weer in mijn keuken aangekomen. Ik ga toch eventjes mijn haar heel eventjes vastdoen. Hoppatee, jongens. Zo, wat ik net eerder zei is dat je dus maar 3 ingrediënten nodig hebt voor dit recept. Dus dat is echt super chill. En het zijn ook tegelijkertijd nog eens budget, maar redelijk budgetproof ingrediënten. En het zijn ingrediënten die, ik ga hem weer zeggen, coronaproof zijn, jongens. Dus die ingrediënten zijn oploskoffie. Ik heb hier gewoon een variant van de Jumbo. Het is heel erg belangrijk dat je kiest voor oploskoffie en niet gewone gemalen koffie. Dus je kan de oploskoffie herkennen aan dit soort eigenlijk soort van brokjes. Het enige wat ik een beetje spannend vind is dat deze nummer 4 heeft voor mild. En ik hoop dat deze koffie wel sterk genoeg is om echt zo'n koffiesmaak te krijgen. En dat hij niet een beetje slap wordt. Maar goed, dat gaan we gewoon zo meteen allemaal bekijken. Daarom ben ik deze video aan het opnemen. Zodat jij straks niet deze fout, of juist niet deze fout, hoeft te maken. Dat was geen goede zin, maar je snapt wat ik bedoel. Ingrediënt 2 wat je nodig hebt is hele simpele normale suiker. Ik heb het gewoon eventjes in deze pot zitten. Dus gewoon simpele suiker. Gewoon simpele suiker. En het laatste ingrediënt dat je nodig hebt is warm of echt heet water. Niet per se kokend, maar wel echt goed heet water. Dus dat heb ik hier. Ik heb hier eventjes een bak om de ingrediënten in te mixen. En wat we gaan doen is 2 eetlepels van de suiker en 2 eetlepels van de oploskoffie. En dan 2 eetlepels van het hete water. Allemaal in deze bak gooien en dat gaan we mengen. Dus in de bak gooien is stap 1. Mengen is stap 2. That's it. En mengen kan je doen gewoon met de hand. Hè, met zo'n garde. Of je pakt gewoon een elektrische mixer erbij. En dan mix je dit mengsel helemaal tot een super creamy, silky, fluffy mengsel. Nu ben ik heel leuk begonnen over die elektrische mixer. Dus ik ga even kijken of ik hem kan vinden. Daar is die jongens, de mixer. Dus wij kunnen gewoon van start gaan. Dus 2 eetlepels van de oploskoffie. En voor de suiker gaan we ook 2 scheppen doen. Ik vind het wel veel, maar ja, zo hoort het recept. En dan gaan we nu nog 2 eetlepels heel warm water erin doen. Ik mix het eventjes snel, zodat alle suiker erin zit en de koffie. En dan gaan we aan de slag met de mixer. Het ruikt in ieder geval wel naar koffie en zoetigheid. Ik geloof dat ik er bijna ben. Sowieso komt de kleur nu heel erg in de buurt. Het is een beetje zo'n karamelachtige kleur. En als je dus zeg maar je mixer zo omhoog trekt, dan krijg je een beetje van die pieken. En dat is wat je wilt. Ik denk dat ik nog een heel klein beetje door zou kunnen gaan, zodat ze net iets langer omhoog blijven staan. Kijk dan hoe dit eruit ziet. Zo fluffy en yummy. Zo, we zijn nu helemaal klaar met het koffiemengsel. Ik denk dat ik hem zelfs van ondersteboven kan houden. Voordat ik dit ga toevoegen aan wat melk, want de meeste mensen doen met dit recept dat je het toevoegt aan een lekker koud melkje voor echt een hele lekkere ijskoffie.
Ik ben mijn zin helemaal kwijt. Zo, ik heb echt koffie nodig, jongens. Wat ik in ieder geval probeer te zeggen is dat ik het eerst eventjes ga proeven voordat ik het toevoeg aan melk. Want ik ben heel erg benieuwd naar de smaak. Oh, het is zo creamy. Oeh, de koffie? Ja, die is er zeker. Want ik zei dat ik van tevoren een beetje bang was dat die mild een beetje zou zorgen dat het misschien een beetje slap zou zijn. En ik zei ook van, ik vind 2 eetlepels suiker wel heel veel. Maar het valt echt super mee of tegen hoe zoet het is. Zo, en dan is het nu tijd om deze koffie af te maken. En in principe zou je deze soort van mousse ook gewoon zo lekker kunnen snoepen. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat je toevoegt aan bijvoorbeeld wat melk. Koude melk. Ik zie iedereen steeds het woord melk gebruiken. Dus ik neem aan dat je ook plantaardige melk kan gebruiken. Dat is in ieder geval wat ik ga doen. Ik heb havermelk en ik heb amandelmelk. Ik neig een beetje naar amandelmelk. Ik heb het perfecte glas volgens mij daarvoor. Dus die ga ik er eventjes bij pakken. Zo, en ook voor dit glas moet ik weer eventjes het trappetje erbij pakken. Kijk, volgens mij is dit glas er wel echt perfect voor. Deze is gewoon van IKEA, mocht je afvragen. Ik heb hier wat ijs. Maar niet te veel deze keer. En daar mag wel een goede laag van in. Misschien moet ik hem zelfs bijna helemaal opmaken. Ik heb volgens mij nog een klein beetje meer amandelmelk nodig eigenlijk. Dus ik heb toevallig ook nog deze. Zoiets. Alright, jongens. Wow, kijk dan hoe dit eruit ziet. Oh my god. Ik heb hier een beetje op de rand van het glas gemorst. Maar moet je kijken hoe fluffy dit eruit ziet. Oké, ik heb hier eventjes een lepel. Dan ga ik even proberen of ik het allemaal net ietsje beter kan aandrukken en wat mooier. Zij is zo super fluffy. Je ziet al die mooie luchtbelletjes zitten. En hij ligt nog heel mooi bovenop die amandelmelk. Hij is al een klein beetje aan het mengen wel. So pretty! Oké, jongens. Nou, dat was dus echt super makkelijk om te maken. En het ziet er heel erg mooi uit. Het allerbelangrijkste is, hoe smaakt het? Ik denk dat ik het een beetje zo moet mengen wel. Ik ga het gewoon eerst even zo proeven. Jongens, dat is echt heel erg lekker. Die amandelmelk is ook heel erg lekker koud geworden. Oh my god. Dat is echt, ik vind het echt heel erg lekker. Eerst krijg je echt een beetje, ja, het klinkt heel raar, een soort van warme wolk van die koffie. Hier zo, dat drink je eerst naar binnen. En dan komt er zeg maar meer vloeibare, neutralere amandelmelk. En dat is Barry die je op de achtergrond hoort. Die wil ook heel graag een slokje zo te horen. De koffie heeft een beetje een soort van karamelachtig smaakje gekregen. En als je dan daarna een beetje die twee mixt, smaakt het echt super lekker. Oh, het is echt super lekker. Probeer het alsjeblieft uit. Het is zo lekker. Ik kreeg trouwens laatst in mijn DM ook een berichtje van een van mijn volgers. En die zei dat ze dit recept ook al had uitgeprobeerd en super lekker vond. Maar dat zij deze koffieschuim, de silky, smooth, fluffy, creamy schuim, had toegevoegd aan warme melk. En toen dacht ik, wauw, dat is ook een super goed idee. Nu ik hier toch nog mee bezig ben, vind ik het ook heel erg leuk om ook dezelfde variant, maar dan in het warm, eventjes te gaan maken. En dan kan ik die nog eventjes vergelijken met elkaar. Dan ben ik heel erg benieuwd of ik een voorkeur heb voor de koude variant of de warme variant. Oké, ik heb hier de tweede batch van de koffieschuim. Dus ik doe een beetje ongeveer dezelfde hoeveelheid in de beker. Yes! We hebben hier warme amandelmelk. En dan gaan we hier de lekkere schuim aan toevoegen. Wow, ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ik denk dat mijn schuim nog fluffier is dan de eerste batch. Moet je kijken, hij is huge. En je ziet ook weer al die luchtbelletjes, dus hij is gewoon super fluffy. En dan het moment waar we nu op zitten te wachten, is wanneer gaat Larissa een keer de haar wat beter doen? Ik heb alleen maar mijn schuim. Even nadenken. Ik moet zeggen dat ik me nou een beetje misselijk begin te voelen. En dat zou ook heel goed kunnen doordat er best wel wat koffie en suiker nu in mijn systeem zit. Of omdat die warm is. Dus ik neem nog heel even één slok. En even een slok van die koude. Nee, het komt omdat die warm is. Het is wel heel lekker. Dus als je echt houdt van lekkere warme koffies. Oh, kijk deze kleuren.
hou sowieso van deze kleuren en texturen. En dan, oh my god, helemaal mijn aesthetic. Dus als je gewoon van hele lekkere warme koffies houdt, dan is dit zeker ook een hele lekkere. Maar ik merk dat ik hier een beetje een soort van misselijk gevoel van krijg. Maar dat is omdat die warm is. En deze die voelt net wat frisser aan. Wat minder heavy eigenlijk, om het zomaar te noemen. Omdat die koud is. Dus mijn voorkeur gaat naar deze. Maar in alle volledigheid, dit koffieschuim, echt een topper. Ik had wel verwacht dat het vet zou zijn, want het zag gewoon super mooi uit. Maar ik had niet verwacht dat ik het ook serieus zo ontzettend lekker zou vinden. Jongens, super bedankt voor het kijken weer naar deze recept koffie video. Laat me eventjes weten in de comments wat jij van dit recept vond. Of je hem ook al had uitgeprobeerd. En vooral of je hem ook al voorbij had zien komen op YouTube of TikTok, op Instagram, waar dan ook. En ben heel erg benieuwd of jij nu ook hier honger van hebt gekregen. En dat je hem zelf ook wil gaan proberen na te maken. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie je snel weer in de volgende video. Doei doei!